Ik zoek armen en benen van deze schildpadpop. Die heeft geen benen, die heeft geen armen en benen. Die heb ook weer. Zie, en die heeft alleen een been nodig. Als ik ze weer heel wil hebben, dan moet ik die onderdelen, maar ik kom er niet aan. Dus dan doe ik een oproep als mensen armen en benen voor me hebben. Dan kan ik ze maken en aankleden en dan zet ik ze netjes neer. Dit is mijn atelier en schrik niet. Zie, dat zijn dan die poppen die aangekleed zijn. Heb ik ook zelf gemaakt hoor, die jurkjes. Ja, dit is dan een jurkje wat ik heel mooi vind, dat is ook oud. Dat droegen de kinderen vroeger en dan had je ook deze nog. Zie, dat is ook weer een doopjurk van vroeger. En hier de kinderwagen. En ze neerzetten voor sier. Dat is het mooiste van poppen. Kinderen gaan spelen, een poppen zet je neer. En dan, nou ja, dan sta ik hier gedurig. En dan sta ik te kijken. Ja, die mag wel eens een andere jurk of die is dit. Ja, ben ik echt aan gehecht. Ja. Maar ja. Als ik mij wat gebeurt, wat moet ermee? Ga maar naar mijn dochter hoor. Armen en benen voor de schildpadpoppen van Annie. U kunt er zeker van zijn dat Annie de ledematen met heel veel liefde behandelt.